In het eentje van Florian ga ik op pad om in gesprek te gaan met de eerste 5 kandidaten. Kees, Chris, Roelof, André en Diederik. Zijn er grote verschillen of zijn ze allemaal hetzelfde? Roelof Bisschop woont in Veenendaal en is getrouwd met Christine. Na gewerkt te hebben in het onderwijs is hij in 1993 gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht. Van 1986 tot 2007 was hij namens de SGP actief in de gemeenteraad van Veenendaal en Roelof was lid van de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Hij zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Hey, goedemorgen. Hey. Wil je zelf rijden, Roelof? Nee, rij jij maar. Jij stapt gewoon lekker achterin. Ja hoor. Hartstikke goed. Welkom. Helemaal coronaproof. Ja hoor. Ja, je moet inclusief roestplekjes. Nee, onderin zit een hendeltje. Die kun je nog een keer, want hij zit nu niet goed dicht. Nee. Kijk. Ik ga je niet, hoor. Oh nee, hier. Nou, we gaan het even proberen. 1, 2. Kijk. Ja, zo zit hij goed. Met kracht dichtslaan. Zo is dat, zo is dat. Welkom. Ja, dank je. Waar wil je me naartoe brengen? Vondellaan 4. Vondellaan 4. Het dichterscollege. Oh, kijk aan, dat is leuk. Nou, daar gaan we. Dag hoor. Ja. Lang geleden dat ik in de eend gezeten heb. Maar je hebt vroeger wel vaker in de eend gezeten, Roelof. Ja. Als kind wel, toen was het heel populair, hè? Dan reden ze het heel veel. Ja, dat klopt. Ja. Vondellaan 4, dat is het Ichterscollege, zei je? Ja. En waarom heb je voor die locatie gekozen, Roelof? Nou, omdat ik de helft van mijn leven daar ongeveer gewerkt heb. Ja. Ik ben daar in 1978 begonnen. Ja, niet op die locatie, toen zaten ze nog een beetje verspreid over Veenendaal. Ja. En ik ben daar tot 2008. Ben ik eraan verbonden geweest, eerst als docent, ja. Dus geschiedenis, maatschappijleer, staatsinrichting. En later met directietaken. Ja. En alle kinderen hebben er op school gezeten, dus alles bij elkaar. Er liggen belangrijke herinneringen. Ja, wordt dat dan toch verweven met je bestaan, hè? Ja, zeker. Toen je docent was, gaf je geschiedenis, maatschappijleer? Ja. Geschiedenis, staatsinrichting was er toen ook nog, ja. In het begin, in de jaren 80. Maar vanuit een duidelijk bijbels christelijk profiel. Ja. Een middelbare school. Ja. Pubers bij de hand proberen te nemen en dus een beetje wegwijs te maken in de samenleving waar ze deel van uit gaan maken. En dan is denk ik het handigst om de auto iets doorrijden op de parkeerplaats te zetten. Ja. Nou, je hebt in ieder geval de ruimte hier. Ja, dat is een feit. Zo. Zo. We zijn bij het Ichterscollege aangekomen. Maar voordat ik met het gesprek wil beginnen, Roelof, wil ik je een vraag stellen. Want er is iemand die heeft jou recent lief, zacht, prachtig en romantisch genoemd. Weet je nog wie dat is geweest? Ik denk dat het een vrouw moet zijn geweest. Dan gaan we even naar kijken wie dat geweest is. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, want romantiek, ja, dat heb ik ten opzichte van haar wel. Ja. Dus ik zou anders niet weten. Als je even op play drukt, dan hou hem maar vast. Een goede vakantie, waar gaat u heen? Gaat u ergens heen? Ja, ik mag u dat niet vertellen, want de traditie bij ons is dat mijn vrouw en ik elk jaar op huwelijksreis gaan. Elk jaar. De romantiek spat er vanaf bij de bisschopjes thuis. Het spat er vanaf van alle kanten. En we maken het nog romantischer, want we hebben afgesproken, het ene jaar organiseert mijn vrouw het. En dan ben ik haar gast. En het andere jaar organiseer ik het. En dan is zij mijn gast. En het is nu zo dat ik dit jaar aan de beurt ben. Ik heb het georganiseerd, maar ik mag het jou niet vertellen. Nee, begrijp ik. Want ik mag het zelfs mijn vrouw niet vertellen. Nee, dus. Maar dit vind ik zo, dit is zo lief en zacht en prachtig en romantisch. Dat dit is voldoende voor mij. Oh, dat is die, ja, precies. Ja. Ja. Bram Douwers van Poont. Ja, Poont. Ja, precies. Nou, dit is grappig. En jij mocht natuurlijk niet vertellen waar je naartoe ging, want je vrouw wist het niet. Maar is die huwelijksreis wel doorgegaan door de... Ja, en dat was echt... Maar Bram wil weten waar je naartoe geweest bent natuurlijk.
Hij wilde dat toen weten, maar ja... Kun je dat vertellen, of niet? Ja, nu kunnen we vertellen. Wij zijn naar de Voerstreek geweest. Daar had ik een adres gevonden. De Voerstreek is net ten zuiden van Limburg. Dat was in die tijd dat de regelingen wat versoepeld waren. Dus je kon probleemloos de grens over. En omdat je niet... meestal hebben we een wat actieve vakantie. En een mix van cultuur, natuur enzovoorts. Een beetje stadswandeling, maar ook andere ontspannende dingen. Ja. En nu had ik dus één punt gekozen. Omdat je anders het risico loopt dat hotels gesloten zijn en dat soort dingen. Dus een appartement gehuurd. En daar had ik dus het hele programma omheen gebouwd. Geweldig. Het is een schitterende omgeving daar. Het is een kwartiertje van Maastricht. Het is een kwartiertje van Aken. Het is een kwartiertje van Tongeren. Dus en Luik. Dus... Maar je mocht dat nog niet vertellen? Toen niet. Nee, waar gaan we naartoe, Roelof? Ik denk dat we een rondje kunnen lopen rond de school. Ja. Dan heb je gelijk een indruk van de enorme oppervlakte die de school beslaat. Gaan we vast beginnen met lopen. We hebben daar ook nog een sloopactiviteit. Ja, kijk wat daar gebeurt, dat raakt me. Want daar heeft een kerk gestaan, een gereformeerde kerk. Ja. En die kerk die is gebouwd in dezelfde tijd als het oudste gedeelte van het Ichters College. En dat is, ruim 25 jaar geleden. Goed, Roelof, we zijn hier in Veenendaal. Je bent hier niet opgegroeid, hè? Nee, ik ben geboren in Staphorst. Rauwveen, voor de fijnproevers, op een boerderij. En 1956. Je bent een boerenzoon? Ik ben volbloed boerenzoon. Ja. Ik heb, nu snap ik de portefeuille in de Tweede Kamer ook. Landbouw onder andere, ja. Heel goed. Ja, en onderwijs, want dat is mijn werkterrein geweest. Ja. Hoe zag echt je jeugd eruit? Nou, je had een enorme ruimte op die boerderij. Wij woonden niet op het Lindorp zelf, maar buitenaf. Je had ook een enorme vrijheid. Het was ook een groot gezin, dus het strikte toezicht van pa en ma, dat was er ook wel wat minder. Je voedde elkaar ook wel een beetje op af en toe. En welke karaktereigenschap heb je van je ouders overgenomen? Ja, dat vind ik lastig. Eerlijk gezegd vind ik het makkelijker in mijn kinderen te zien welke karaktertrekken zij van mij hebben meegekregen, dan om te zeggen van nou dit of dat van mijn ouders. Ja. Hey, we lopen hier bij het Ichters College. Het is een christelijke school, dus de christelijke waarden en normen hebben ook een rol gehad in de opvoeding. Ja. Welke rol heeft geloof gekregen in je leven? Een zaak tussen God en jouw ziel, daar moet jij niet tussenkomen als derde. Daar heb je eigenlijk niks mee te maken. En als je uit de volheid van je beleving daar iets van gaat vertellen, dan is het aan jou om dat te vertellen en dan is het niet aan een ander om daarnaar te vragen. Dus ik had die vraag niet moeten stellen? Jawel, nee. Maar dat is zeg maar een beetje de sfeer waarin ik opgegroeid ben. Ja. Ik heb dat altijd zeer gewaardeerd. En ook als mensen er niet veel over praten, kan er wel degelijk een heel diep geloofsleven liggen. Ja. Dat realiseer je dan wel. En op een gegeven moment dan komt het ook, dan wordt het ook voor jou persoonlijk. Hè? Ja. Het heeft me altijd wel bezig gehouden. En is er nou een moment van wat dan sommigen zeggen, dat je moet tijd en plaats van je bekering weten? Nee, ik zou dat niet zo kunnen zeggen. Maar een collega hier op school die zei eens, ik kan het niet. Het moment niet vertellen, maar ik weet dat ik hem lief heb. Ja, ja. Kijk, en dat spreekt mij aan, want ik denk dat het bij heel veel mensen zo gaat. Om even weer de link naar de geschiedenis te maken, dat heel veel oudvaders, heel veel oude schrijvers op die manier tegen het geloof aangekeken hebben. En ook oog hebben gehad voor de diversiteit. Waarin Gods kinderen tot helderheid komen. Hè? Abrakel die zegt bijvoorbeeld ergens in zijn redelijke godsdienst, de meest gewone weg die God met zijn kinderen houdt, dat is dat je niet weet wanneer, hoe, wat enzovoorts, maar dat je beseft als de Heer Jezus je vraagt, hebt gij mij lief? Dat het antwoord ja is. Ja. Hè? Dus even geparafraseerd hoor. Maar, ja. En dat, nou ja...
als dat zeg maar je basis is, dan heb je ook, merk je ook vastheid en dan hoeft het ook allemaal niet zo bijzonder te zijn en dat soort dingen allemaal. Mooi. Dus, ja. Fijn dat je dat wilde delen, Rolf. Ja, nou ja, ik ben oud-gereformeerde Rauveener genoeg om daar niet al te makkelijk over te praten, maar het is wel de realiteit. Theorielokaal. Ja, toen stond de geschiedenis trouwens. En ik had het dus ook helemaal ingericht zoals ik dat nodig vond voor mijn lessen. Heel veel attributen enzovoorts. Ja. En nou ja, hier heb ik dus jarenlang gewoon mijn vaste stek gehad en lesgegeven. En sommige leerlingen zie ik nog op de plek zitten waar ze toen zaten. Ja. En bepaalde voorvallen vergeet je ook niet. Dus ja. Hier gebeurde het. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment kwamen daar dus directietaken bij en toen was het gewoon, dan leverde die je vaste lokaal in. Ja. En omdat je een kamer had waar je die als basis kon gebruiken. Maar jij stond bekend als een docent die ook echt oprecht open stond voor mensen met verschillende meningen. Ik wil je daar iets over laten zien. Ik was niet echt een lievertje op school, zeg maar. Bart. Weet je, die jaren 16, 17, 18, zeg maar. Dat ik, zeg maar, jongvolwassen begon te worden. Dat was echt wel puberen. Maar je kon met hem wel. Hij was gewoon iemand die zonder aanzien des persoons gewoon met jou... Kijk, ik stond in principe heel ver van de man af. Ik was niet, ik ben wel christelijk opgevoed, maar van een andere orde dan hij is, zeg maar. En toch, in Veenendaal werd heel veel in hokjes gedacht. En dat had hij helemaal niet. Hij was wel echt oprecht geïnteresseerd in jou. En hij zorgde wel echt dat hij, ondanks dat jij andere ideeën had, dat hij toch wel gewoon met jou meedacht, zeg maar. Dat is mijn plezierigste herinnering aan hem, zeg maar, in die zin dat ik altijd wel vond van, nou, weet je, hij stond daar open voor. Het was niet dat, hij was niet dichtgetikt, zeg maar. Nee. Leuk. Mooi. Bart van Kruisten. Ja. Hij vertelt het niet, maar ik denk dat ik een beetje bekend stond als een beetje strenge docent. Maar goed, wat is streng? Ik was wel consequent. En dat deed ik niet om vooral mij gelijk te halen of wat dan ook. Maar omdat ik ervan overtuigd ben dat zeker pubers, Die met hun hormonen in hun lijf alle kanten op kunnen zwalken. Dat ze steun hebben aan hou vast dat jij hen kunt bieden als volwassene. Dus je neemt ze als het ware bij de hand. En ik heb wel eens tegen die pubers gezegd, als toen ik, wat was dat, afdelingsleider of conrector, ik weet niet precies hoe dat heette toen. Weet ik niet meer, maar jij bent puber, jij hebt het recht om stomme fouten te maken. Alleen je hebt ook het recht dat ik jou corrigeer. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Het is makkelijk voor mij om het door de vingers te zien. Scheelt me een heleboel drukte en gedoe enzovoorts. Ja, ja, ja. Ik wil niet dat jij hier onderuit gaat. En daarom maak ik mij druk over jou. Ja. Dat is altijd mijn drive geweest. En ik hoop dat veel leerlingen zich dat in ieder geval ook kunnen herinneren. En dan betekent het dat je luistert, ook naar een leerling, ook naar een puber die rare streken heeft uitgehaald. En als je dan corrigeren moet optreden, is het van belang dat je hun verhaal hoort en recht doet. Ja. Maar hoe doe je dat nu in de Tweede Kamer? Want daar heb je te maken met mensen die veel anders denken, hè, die een andere mening, andere visie hebben, andere idealen kennen. Maar waar je wellicht persoonlijk ook gewoon heel goed mee overweg kan. Ja. Hoe maak je daar het onderscheid in? Nou, het is... Kijk, de kern is respect. En nog weer een stapje dieper. De kern is naastenliefde. Ik kan met een collega die totaal anders in het leven staat, kan ik op het persoonlijke vlak vaak toch heel goed samenwerken. Of het nou van D66 of van de SP is. Omdat je beseft dat je allemaal voor God gelijkwaardig bent. En dan kan ik afstand nemen van hun ideeën. Dan kan ik me daar bestuurlijk, politiek, kan ik me daar boos over maken. Terwijl je in de persoonlijke sfeer
ja, prima met elkaar door één deur kunt. Hey, de school is leeg, maar zou het koffieautomaat wel aanstaan, Roelof? Ik wil trekken in een kopje koffie. Lijkt me een goed idee, ja? Om dat eens uit te proberen. Dat gaan we doen. Mooi. Ja. Heel goed. Roelof, maak even een sprongetje. Zou je ons iets meer over je gezin willen vertellen? Ja, dan moet ik altijd een beetje oppassen, want niet alle gezinsleden zijn gecharmeerd van publiciteit. Nee, wij zijn in 1979 getrouwd, dus dit jaar hopelijk 42 jaar al. We hebben 6 kinderen gekregen, 3 jongens en 3 meiden. Inmiddels hebben we 7 kleinkinderen. Mijn vrouw is oppasoma. Die heeft er regelmatig 2 of soms 5 rondlopen. Ja. Die blijft er heel jong bij, moet ik zeggen. En ja, het is, ik moet zeggen, af en toe mag ik haar assisteren als het reces is. Want die kinderen allemaal klaar spoken, dat is echt ongelooflijk. Je zei net, we hebben 6 kinderen. Wat zijn nou echt hoogtepunten die jullie als gezin hebben ervaren? Ja, niet bij allemaal natuurlijk, niet bij de laatste, maar de zwangerschap bijvoorbeeld. Daar was, zodra ze die kinderen opgroeiden, waren ze daar bijvoorbeeld enorm bij betrokken. Dus een van onze jongens heeft een ernstig ongeluk gehad, een enorme val gemaakt. En dan merk je wel dat hij heeft het overleefd en dat op zichzelf is al een wonder. Dat het gezin enorm samenbindt. Dus die betrokkenheid op elkaar is enorm groot. De diversiteit in opvattingen is er ook. Ja. Maar je bent broer en zus en je houdt van elkaar. Ja. Dat is echt, en dat is niet een hoogtepunt, maar dat is wel zo'n moment dat je stempelt als gezin een enorme boost krijgt, ja, om zo te zeggen, in de onderlinge verhoudingen. We hebben iemand gesproken die wil daar iets over zeggen. Je bent er voor naar Genemuiden geweest. Iets heel concreets. Een concrete mooie herinnering aan mijn vader is, dat is wel weer 15 jaar geleden, toen kreeg een lid van ons gezin een vrij ernstig ongeluk. Ziekenhuis opgenomen. En wat ik wel bijzonder vond, mijn vader had op dat moment een bomvolle agenda. In die periode. En op de een of andere manier, hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, weet ik niet. Wie die heeft gevraagd om dingen over te nemen, weet ik niet. Dus hoe hij dat geregeld heeft, weet ik niet. Maar hij was er. En niet één dag, niet 2 dagen, maar weken. Het ziekenhuis waar ons gezinslid lag, was niet bepaald naast de deur. Hij kreeg het voor elkaar om zowat iedere dag daar op bezoek te gaan. Ik denk dat dat wel typerend is. Je verantwoordelijkheid nemen, je dingen goed doen. En als het goed gaat, dan gaat het ook goed. Maar als het nodig is, als het ware alles laten vallen of in ieder geval wegorganiseren zodat je er kan zijn. Kijk. Nou, dat is zoon Wilhelm. Die zit in de politiek in Genemuiden. Nou ja, dat is mooi, die feedback. Ik ben ook wel heel blij. Indruk gemaakt ook. Nou ja, ik ben ook wel blij dat ze het zo ervaren hebben. Hij zegt dan van ja, hoe hij het voor elkaar kreeg. Nou, dat is het wonderlijke. Ik hoefde eigenlijk niks te regelen. Het werd geregeld. Maar ja, dat doe je dan ook, omdat dat het is je kind. Ja. Tuurlijk, je moet je werk doen. Dat kun je niet laten verslonzen, ook niet om die reden. Je doet het zo goed mogelijk. Maar in zo'n situatie gaat het kind wel voor. En nou ja, je merkt het ook. Het feit dat hij met dat verhaal komt, dat geeft aan dat een enorme impact op ons gezin in de positieve zin heeft gehad. Ik had je nog gevraagd om ook een voorwerp mee te nemen. Wat heb je meegenomen, Roelof? Ja, verrassing. Niet 1, maar 2. 2 voorwerpen. Maar daar gaan we even voor staan. Oh. Dat werkt wat makkelijker. 2 dingen heb ik meegenomen. Allereerst dit boekje.
Spiegel van den afval des christendoms. Van Merpesius Tulp. Dat was echt een verstokte ketter, om het zo te zeggen. Dus mijn overgrootvader dacht een stichtelijk boekwerkje te kopen. En die kocht een heel, weliswaar zeldzaam, maar eigenlijk een heel dubieus boekwerkje. Nee, en dat vind ik grappig. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. En je hebt nog wat meegenomen. En ik heb nog wat meegenomen, maar dat is mijn historische interesse. En daar moet ik wel eens aan denken als het eens een keer weer heel fel toegaat met in debatten. Als je deze nog eens even bekijkt. Dit is een penning. Rond 1560 is die geslagen. Zilver. Nou, ik zou zeggen, kijk eens eventjes. Je kunt hem rustig aanpakken. Dan zie je hier de paus. Ja. Draai hem 180 graden. En wat zie je dan? Een duivel. Een duivel. Dit is een spotpenning van de protestantse kant als kritiek op het Rooms-Katholicisme. En dan staat er in het Latijn staat er ook allerlei venijnige teksten in het Randschrift. En dan denk ik, ja wacht even, het politieke debat, het publieke debat is, soms is het grof is in onze beleving, maar die moet het ook weer een beetje relativeren. Als je ziet hoe het geweest is. Als je ziet hoe men hier de paus en de kardinaal afbeeldt. De paus als de baarlijke duivel en de kardinaal als een zot. Ja, dan is het in het verleden ook bepaald niet zachtzinnig toegegaan. Dus ja, nou dit vind ik dan een mooi voorbeeld om te laten zien. Om een beetje dat verruwende debat te relativeren, zonder dat te bagatelliseren, want ik vind dat je hoffelijk met elkaar moet omgaan, respectvol. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. En vroeger konden ze er ook wat van. Exact, ja. En bovendien is het een mooie link naar mijn eigenlijke ambacht als historicus. Dus vandaar dat ik dat ook graag even wilde laten zien. We gaan een beetje naar het einde van het gesprek toe. Maar Bart, die wil jou graag nog een boodschap meegeven. Oké. Gaan we even naar kijken. Wat leuk. Ja, Bart heeft ook regelmatig een boodschap van mij meegekregen. Dus. Ja. Maar wonderlijk, dat op een of andere manier klikt het toch. Ja, dat, mooi. Wat ik Roelof zou willen toewensen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen is dat hij ook zeg maar, de rust en de humor bewaart die hij in mijn jeugd uitstraalde zeg maar, voor de rest van Nederland eigenlijk. En dat hij het op dezelfde manier de kracht heeft om het te gaan regelen in Nederland. Kijk. Dankjewel Bart, heel goed. Mooi, ja, ja. Mooie kerel. Die jongen die had de gewoonte om standaard te laat te komen. Oh, dat is wel anders. Nou ja, mijn dochter had die gewoonte namelijk ook. En die was van dezelfde leeftijd. En hij woonde bij ons in de buurt. En het kon gebeuren dat ze dan beide, want de gewoonte was, als je 3 keer te laat was geweest, dan was het de volgende dag 7:45 melden. 8:00 begon de school. En als het dan allemaal doorging, allemaal niet hielp, dan werden er andere maatregelen genomen. Maar het gebeurde dus dat Bart, mijn dochter, kwam ophalen dat ze in de auto naar hier naar school gingen, zich melden, 7:45. Ja, maar het eerste uur hadden ze vrij, dus dan gingen ze terug naar huis. En daarna weer naar school, kwamen ze weer te laat. Allebei hoor. Prachtig. Ja. Het was een boodschap, eigenlijk een mooie wens ook van Bart. Ja. Welke boodschap of welke oproep zou jij de kijkers willen doen? Ik denk dat wij wel eens wat te weinig beseffen hoe bijzonder het politieke bestel is wat wij hebben. Het parlementaire stelsel. Dat je met respect voor elkaar hevig van mening kunt verschillen en dat je desondanks samen moet bouwen, werken in die samenleving. En daarom is ook je stemkeuze is van fundamenteel belang. Heel vaak zie je dat bepaalde actuele problemen als het ware opgedrongen worden van op basis daarvan moet je kiezen, zoals nu COVID-19 natuurlijk, economische problemen, financiële zorgen. Maar dat je in dat bestel, en dat bestel van ons, dat is zodanig ingericht dat dat kan,
dat je leert zien dat er andere waarden zijn, onderliggende waarden, die veel belangrijker zijn voor het inrichten van de samenleving, voor een goed leven, om het zo te zeggen. En daarom denk ik dat je stem vooral uitgebracht moet worden vanuit die onderliggende bijbelse christelijke waarden. En dat zou zeker ook, ik merk ook, ook wel eens in discussies met jonge mensen, maar ik zou ze, zeker jonge mensen, dat mee willen geven om daar vooral ook goed over na te denken. Over de fundamenten van de samenleving.